Wie me doelbewust onterecht beschuldigt, die sleep ik voor de rechter. Johan van de Lanotte sprak die dreigende taal gisteravond bij Ter Zake. Namen noemde hij niet, maar de goede verstaander weet dat Van de Lanotte Jean-Marie de Dekker bedoelt. In het dossier Electrawinst beschuldigt hij hem van persoonlijke verrijking. Van de Lanotte was 2,5 jaar lang voorzitter van Electrawinst. Continu ben ik het voorwerp van insinuaties, maar gooit met modder en de modder blijft hangen. Mensen die bewust dingen zeggen die niet waar zijn, die ga ik gewoon voor het gerecht brengen. Wel, ik zou liefst zo vlug mogelijk gedagvaard worden, nog liefst voor de verkiezingen, zodanig dat de waarheid tegen dan al volledig aan het licht zal kunnen komen. Ze staan met getrokken messen tegenover elkaar. Van de Lanotte gisteravond messcherp in Ter Zake en Jean-Marie de Dekker vanochtend in het parlement. Want volgens de Dekker heeft Van de Lanotte persoonlijk gewin gehad bij Electrawinst, maar die ontkent. Een week geleden lees ik in een tijdschrift dat het niet anders kan dat ik aandelen van Electrawinst moet gehad hebben. Mm-hmm. Maar bon, dat men dat bewijst, men heeft er geen bewijs voor, want het is niet zo. Ja. Het is niet zo. Ik heb dit in mijn bezit, zwart op wit kan ik dat bewijzen. En u ziet dat naar Van de Lanotte gaan? Ik zie dat naar Van de Lanotte gaan. Als je vennootschap opricht met een eigen kapitaal van 120.000 euro en dan fusioneert met Electrawinst, dit moet ergens in het staatsblad verschijnen. En alles wat in het staatsblad verschijnt, wordt door de Dekker uitgeplozen. En die bewijzen zou de Dekker in zijn open brieven overal rondgestuurd hebben. Zelfs aan studenten van Van de Lanotte. Er worden vandaag mails verstuurd aan de studenten in Gent. Waar men mij zegt... Dit heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan. Waarvan sommige dingen bewezen zijn dat ze niet juist zijn. Ik heb geen mails verstuurd naar studenten. Het enige dat ik weet, dat ik al 4 open brieven gepubliceerd heb, waarin dat er staat wat ik nu allemaal zeg, de zwart op wit is allemaal na te trekken. Ik heb 4 open brieven gepubliceerd die nog altijd ter beschikking staan op mijn website. En ik stuur die rond naar iedereen die daar geïnteresseerd is, maar ik heb geen mailing gedaan naar studenten of zo. Of Electrawinst zal overleven, blijft intussen de vraag. Buitenstaanders beginnen nu al te bieden op onderdelen van het bedrijf. Onder meer het kroonjuweel, de grote biostoom afvalverbrandingsoven, zou baggergroep Jan de Nul willen overkopen.